Ek sês met die herbekronende ikoon. Wete mm. mm, Sandra, Prinsloo, dokter Sandra Prinsloo. Oh. <laughs> Sandra, jy is op pad na Aartloop mm. met jou produksie Die Moeder. Ja. Yeah. Vertel net vir ons jy deel die verhoog met met ehm um, David Minnar, met Ludwig Binger en Ashley Delanga. Yeah. Ja. En ja, 'n heerlike kast en dan 'n kameraman. Ja, want, amper een ander akteer, ja, nee? is een Ja, hij wordt amper een actief, want zoals Christian ook gebruikt, um, wordt hij eigenlijk deel van die actie. Je weet, hij interpreteert amper onze gedachten en onze emoties. En, ja, dus is een interessante manier wat Christian niet om om zo so te incorporeren. En hij gebruikt hem bij een um, oor, oordeelkundig. Zo so is nie in niet pat, niet, is ziet te veel niet, dat ziet te min niet. Ja. En dat is interessant. Het is niet altijd waar die hoofdactie, is niet. soms. waar ander aksie aan die gang is, jy weet, soos ja. waar eiers in 'n pan braai of so iets. <laughs> ja, ja, kom ons gaan net gou agtergrond van ehm um, mm. mense het nie noodwendig soveel agtergrond oor die oor die produksie nie. Het. Dit uh, jy speel die hoofrol, dit gaan oor 'n ma. Ehm ja, um, karakter het sy iets vir my baie vrouens en baie mense kan 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 uh, identifiseer dit sy leonesindroom. Ja, ek sê sy, sy leonesindroom, maar ek dink dit is nie net dit nie. Jy weet sy sy voel ook Uh, dat zijn niet meer nuttig in die leven nie. Je weet dat zij uh, verdink haar man ook wel van dat hij allerlei uh, feers aangaan. Ehm zo haar hele leven, haar ah, hele siege is bezig om uit te om om die elkaar te raken. Hmm. En dat wordt bij tijden doet is zij dood uh, nuchter en ander tijden glad niet. verloopt verloopt op met de eigen gedachten. Totdat zij naderde goed is uh wat is 'n breuk daarin ja in, ja 'n in, ineenstorting in, in, ja, in, in mekaar stort ja. eintlik van van 'n psigotiese aanval ja ja dit, dit is die produksie ek het dit gesien dit is 'n dit is 'n afkop dit is 'n dol produksie dit is 'n amper 'n waansinnige produksie um mense het dalk on, ongelooflik aangeraak en aangedaan daardeur maar ek dink miskien jy het vroeër daarna verwys is dit is dit Christian se se visie Of is het inherent aan die, aan die toneelstuk ook? Kijk, mensen kunnen nooit die toneelstuk weggooien. Het is een baie goeie toneelstuk. Maar ik denk wat Christian daarmee gemaakt heeft. Je weet, Christian zijn visie. Christian heeft toneelen ingeschreven wat niet in die tekst is. Nie. Die einde is niet in die tekst tekst. Die einde zegt niet. die zin. is daar of hij is niet daar. Nie. En Je heeft Christian een keuze gemaakt. Ik ga niet zien wat ik keuze is. Nie. Ja, 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 want, ja natuurlijk. Want dit is het. een... Een wonderlijke keuze, denk ik, aan die einde. Het is iets zo so interessant dat ik nooit aan zou niet. denken. Ja, ik so, so, so denk, wat Christian met die stuk maakt, je weet, dat is wat hij altijd doet met stukken, is dat hij, hij brengt niet iets anders naar die stuk toe, wat heel niet is, wat heel vaars is, maar het is een goede stuk ook. En ditstuk is hier ook net donker. Ek weet net as dit is, dit, dit, dit is frik snaaks dit is. Dit is dit is. En maar hoe hou jy kop Sandra want ek meen ek het daarna gesit en kyk en dan bak jy 'n eier dan <laughs> dan druk jy iemand in 'n kar dan dit is ongelooflik uh, dit is tog 'n uitputtende rol. Dit is het is 'n uitputtende rol maar gelukkig om net so besiges kom ek dit nie agter en dis ek weer sien dat <laughs> so die einde van die stuk wanneer ek so weer sê maar vra bietjie my medeakteurs hoe gefrustreerd ek geraak het oor repetisies want ek kon nie onthou wanneer ek watter koffie moet maak en op eier moet baken. En dit moet maken, thuis moet maken, dit moet snijden. Oeh, dat was gaas gewesen. ik kom maar, sluit af. Maar jij, jullie productie is uh, reeds een bekroonde productie. Ik denk dat drie, kijk naar het feest, dat is gewoon beste productie, beste regie voor Christian. En dan jij, wat. Um, beste hoofdrol gekregen. Maar wat voor mij interessant was is, dit was beste hoofdrol, het was niet beste acteur of beste actrice. Net. Denk jij dat is een ding wat ons nou, is het een piezigheid of is het een, is het een ding ja, wat ons Ja, het lijkt me, het is een genieuwe gier om, um, want kijk, alle, alle actrices worden ook acteurs genoemd. Zoals zijn normaal net acteurs, niet actrices en acteurs. Nie. En so, nou, ik zie dat ze, elke naam, dan zie ik, gooi ze so samen. Um, Party mense is baie daar teen, ander is daarvoor. Hoekom hou jy so baie daarvan? Ek ken jou nou al vir jare. En ogewys so is baie waarvan om met jong mense te werk. Jy sê dit nog altyd. Ja, ek is mal oor om met jong mense te werk. Ag, weet jy, hulle bring vir my iets nuuts. Ek leer iets by hulle ook en hulle bring vir my iets altyd nuuts. Ehm um, eh uh, ek ek vind die entoesiasme, die die talent, die Die manier waarop we werken zoeken, ik vind het zo so interessant ook om het op te houden. Weet. En ik had van woens, iemand zoals Ashley, wat ek die ik de eerste keer spreek, ze komt niet zo so goed klaar. Het is niet zo lekker, het is vars uit wat ze heet. Dit is die onstuitbare, die onkeerbare. Sandra Prinsloo. gewone mensen, dus ik is maar niet jaleur. Dank je Sandra. Dank je voor jou. <laughs> Ek moet seker sê by Momentum Beleggingsaardjie op 3 tot 8 Oktober koop jou kaartjies nou by Ticketpro. Dit moet jy sê. Ja. <laughs>